Vorige week sprak ik Jolanda en Milou van With Love for Kids over hun innovatieve merk. Ze verkopen slaap- en verzorgingstextiel. En nu zit ik bij hun aan de keukentafel. Dank voor de uitnodiging, dames. Hey, vertel eens, hoe zijn jullie merk gestart? Nou, we hebben elkaar in 2008 voor het eerst ontmoet via een gezamenlijke vriendin. En toen kwamen we er snel achter dat we allebei eigenlijk spulletjes voor onze baby's misten. Waaronder fijn, mooi en praktisch beddengoed. Dus toen dachten we al eigenlijk van dat we samen een bedrijf zouden starten. En in 2015 is dat werkelijkheid geworden. Oké, en hoe hebben jullie dat dan aangepakt? We werden natuurlijk geïnspireerd door onze eigen kinderen. Maar om onze ideeën te toetsen met de uiteindelijke doelgroep hebben we interviews en brainstorm sessies georganiseerd met jonge ouders, kinderen en ook winkeliers. En zo is bijvoorbeeld Babypark betrokken geweest bij de ontwikkeling van ons beddengoed. En waren zij bereid ook om een pilot te doen in 5 van hun megastores. Dus ja, dat was natuurlijk een droomstart. En nog steeds betrekken we de doelgroep bij de ontwikkeling van onze producten. En maar ja, onze payoff is ook We Listen and Create With Love. Mooi. Hey, en dit is een hele mooie flyer van jullie. En ik zie ook dat jullie zelfs voor jullie tak in beddengoed de Baby Innovation Award hebben gewonnen. Klopt. En ook een International Consumer Award. Klopt. Nou, te gek, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, wij vonden het allebei echt een gedoe om een bedje op te maken, om het gewoon netjes strak te krijgen. En ook Jolanda's zoon Tommy, die had een boom in het bed en met een kleine opening. En dan moest je dan elke keer inkruipen naar het voeteneind. Heel gedoe. Heel gedoe. En, maar daar hadden we al snel een oplossing voor bedacht, want dan moest de elastiek in de hoeken komen. Dus en toen vonden we een hele slimme naaister. En die zei, waarom doe je dat dan ook niet bij de babylakentjes en dekentjes? En zo is eigenlijk het tuck-in beddengoed ontstaan. Ja, perfect. Jullie kinderen zijn ook, hoorde ik, groot fan. Even kijken, we hebben hier Tommy, Raf, Liv en Max. En wat is nu jullie favoriete product? Jullie zijn natuurlijk heel trots op jullie mama's, hè? Nou, voor mij is dat dan echt het tuck-in dekbedje. Want ik heb vroeger ook eens met die samples geslapen. En die zijn dan altijd zo zacht aan de binnenkant. Dus dat is het voor mij. En trots op jullie mama's? Zeker, absoluut. Ah. Harde werkers. En ik hoorde dat jij het al fijn vindt dat het allemaal zo lekker strak bij je voeten zit, hè? Ja, ik vind dat heel fijn, omdat het dan niet bijvoorbeeld mijn deken op de grond valt en dan heb ik het 's nachts koud en dan word ik weer wakker. Dat is een goede uitvinding van je mama. Zeker. Hey, en Liv, jij houdt erg van zwemmen, hè, hoorde ik. En wat neem je dan altijd mee? De badcape van mama. Is dat dan zo'n handige met zo'n capuchon? Ja. Fijn, is die lekker zacht? Ja. Fijn. En ook een roze dekentje. Ah, mooi. Ook zo lekker zacht? Heerlijk. En denk jij, ik wil toch wat meer weten alvast? Kijk even op onze website. Op rtl.nl/heybaby kun je meer informatie vinden.